Ja, ik was zelf wel van geschrokken, want ik had geen symptomen en ik voelde me gewoon goed. Dus om dan uit het niets te horen van je bent positief getest, dat is wel verschrikken. Ik was eigenlijk gewoon geïsoleerd thuis. Ik was gewoon in mijn kamer. En zodra ik daar naar beneden ging bijvoorbeeld, was het gewoon met een mondkapje op. Dus dat was gewoon prima. En gelukkig, mijn ouders hebben ook geen klachten. Dus, Ja, toen moest Lou een groepsapp sturen van boys, alle testen negatief. Sprong ik wel even gewoon van de bank af, want ik was wel blij dat het gewoon negatief was. Vandaag gaan we weer testen, dus dat is weer een spannend moment. En ja, je hoort het steeds meer om je heen ook. En ja, ik hoop dat het allemaal meevalt of dat er geen positieve testen komen. Maar ja, het is elke keer weer afwachten. Corona gewoon lekker achter de rug. En hopelijk blijft hij gewoon ook verleden tijd en blijft iedereen gewoon gezond.